Schengen is a fantastic achievement that we have achieved in the European Union, and we should protect it and we should defend it. It's a beautiful achievement for the mobility of the people of the European Union. Schengen is een piepklein dorp in Luxemburg. 500 mensen wonen er. Het is eigenlijk niet meer dan een drukke straat, veel tankstations. Er zijn twee bruggen over de Moezel. Er is een café dat soms open is, meestal gesloten. En ja, dat is het eigenlijk. Maar aan de Moezel, aan de kade, zie je wel dat er Europese geschiedenis geschreven is. Er staan vlaggen, er staan zuilen met die Europese sterren op. Er hangen foto's aan de bomen. Er is een souvenirwinkel waar je ja, Europese souvenirs kan kopen. Dit is een heel mooi tafereel, hè? Dus we zijn aan de souvenirshop. En de mevrouw van de souvenirshop met een grote kar met alle vlaggen van Europese vlaggen. Ik denk van de Schengenzone zal het dan zijn. Ja, want de Zwitserse vlag staat erbij. Komt ze hier op een plein uitzetten? Ieder land heeft een soort eigen plaatsje. C'est mon boulot, il faut mettre les drapeaux pour montrer quels pays font partie de la zone Schengen. Et tous les pays, ils ont une plaque ici. Oui, ils ont tous une plaque. Donc si par exemple la Roumanie entre dans la zone Schengen... Il faut refaire une étoile et refaire une plaque. Ah, oui, mais il y a encore des trous. C'est des pour places. Ça. Oui, oui, c'est des pour places. Ça qu'on a laissé des places. Ouais. Si dans quelques années... La Turquie. Par exemple, oui. Un pays d'autre. On espère. De prinses Marie Astrid was een schip dat in 1985 in de Moezel lag. Net op het punt waar Luxemburg, Frankrijk en Duitsland elkaar raken. En op die boot, in 1985, werd een overeenkomst gesloten die erop neerkwam dat we de binnengrenzen in Europa in de toekomst niet meer zouden bewaken. Toen die overeenkomst in 1985 ondertekend werd op die boot in Schengen, had men eigenlijk nog niet door hoe belangrijk dat zou zijn, die afschaffing van die grenscontroles. Men kon zich daar eigenlijk nog niet veel bij voorstellen. Er waren zelfs geen ministers die dat kwamen ondertekenen. Dat waren staatssecretarissen, een beetje lager in rang. Er was niemand van de Europese Commissie, niemand van het Europese Parlement. En pas later heeft men zich gerealiseerd ja, dat Schengen echt een begrip zou worden. Als je vandaag door Europa trekt, van Finland tot Portugal, moet je nergens meer identiteitskaarten, paspoorten tonen. Als je op een luchthaven aankomt en je kan in de Schengenrij staan, dan gaat alles heel vlot. Sta je in de niet-Schengenrij, kom je uit een land dat niet in de Schengenzone zit, dan moet je paspoorten, documenten of allerlei identificatiebewijzen kunnen tonen. Het gaat traag in die rij, het gaat niet vooruit. En ja, in Europa op korte tijd zijn we het heel sterk gewoon geworden dat we zo vlot kunnen reizen. On a beaucoup de touristes qui arrivent et qui sont éblouis par le fait qu'on a les frontières ouvertes, par le fait qu'on travaille ensemble. On a beaucoup de touristes qui viennent de l'Asie ou même de l'Afrique ou de l'Amérique qui ne comprennent pas le principe et qui sont juste fascinés et qui veulent reprendre un bout de Schengen. Je mag ook in andere landen gaan winkelen. Je mag dingen meebrengen voor persoonlijk gebruik, zonder dat je nog aan de douane dat moet tonen. Vroeger persoonlijk gebruik, dat was heel beperkt. Je kon zelfs geen karton wijnflessen meenemen. Vandaag is dat veel uitgebreider. En ik ken het niet van buiten, maar als je het bekijkt wat je vandaag allemaal voor persoonlijk gebruik mag meenemen over de grens, dat is toch wel betrekkelijk wat, hè? Je mag 110 liter bier, 20 liter aperitiefdrank, 10 liter sterke drank, 800 sigaretten, 400 cigarillo's, 200 sigaren, 1 kilogram rooktabak en 90 liter wijn de grens overnemen voor persoonlijk gebruik. Als je met twee bent, alles maal twee. Je hebt eigenlijk al een lichte vrachtwagen nodig als je wil gaan shoppen in Luxemburg om het allemaal te kunnen meebrengen.